Wat voelt het goed om hier samen te staan? Niet vanwege de aanleiding, maar om onze woede te kunnen delen. Onze woede over een steeds onmenselijker en gewelddadiger Europees grensbeleid. Onze woede over de manier waarop Rutte, wanneer hij de kans krijgt om zijn imago een beetje op te vijzelen, vluchtelingen nog steeds in de stront laat zakken. Per saldo niet meer opvang van vluchtelingen, maar wel kortere asielprocedures en verdere criminalisering van vluchtelingen. Is dit een verbetering? Ik wil het vandaag niet hebben over de verschrikkelijke omstandigheden in het kamp Moria. Andere sprekers hebben daarbij stilgestaan en zij kunnen dit beter verwoorden dan ik kan. De afgelopen jaren ben ik vaak in Griekenland geweest. Ik heb gezien onder wat voor omstandigheden vluchtelingen gedwongen worden te leven en activisten proberen solidariteit te organiseren. Midden in een diepe economische crisis en onder een constante dreiging van naties. Door heel Europa gaan gelukkig deze week mensen de straat op. Het is niet de eerste keer dat we in Nederland de straat op gaan en van ons laten horen. 5 jaar geleden gingen we bijvoorbeeld de straat op toen vluchtelingen probeerden Nederland te bereiken. Velen van ons zetten ons zich dagelijks in om statushouders op weg te helpen, vluchtelingen in procedures te ondersteunen en het leven van ongedocumenteerden net een beetje draagbaarder te maken. Rutte heeft ons hiertoe gedwongen. Jaren van afbraak hebben van het asielsysteem een bureaucratische molen gemaakt waarin vluchtelingen met nog meer trauma's worden opgezadeld. Door heel Nederland zetten tienduizenden mensen zich in om vluchtelingen welkom te heten. Zelfs op plekken waar eerst verzet was tegen de bouw van concentratiekampen of tegen opvangcentra, zoals in Beverwaard, zijn mensen nu positief. Veel meer mensen hebben zich de afgelopen jaren actief ingezet om vluchtelingen te steunen dan zij die oproepen ze te laten verdrinken. Maar hoe komt het dan dat het beleid alleen maar hardvochtiger wordt? Het is niet dat politici zoals Rutte niet weten wat er zich afspeelt. Kustwachten die boten proberen lek te prikken, overvolle kampen zonder sanitaire voorzieningen en procedures zonder einde. Politici weten dit. Want zij hebben dit systeem helpen ontwerpen. Dit is precies wat zij afschrikwekkende werking noemen. En dat is wat ze proberen te bereiken. Nederlandse politici gebruiken vluchtelingen constant als bliksemafleider voor bezuinigingen. Zo haalde Rutte 2 miljard uit de woningbouw. De corporaties werden gedwongen woningen te verkopen of in de vrije sector te verhuren. Maar als mensen geen betaalbare woningen kunnen vinden, wijzen politici naar vluchtelingen. Dijsselbloem, die de Griekse bevolking in armoede stortte, zei zelfs dat vluchtelingen onze welvaartsstaat opblazen. Wat een leugens. En denken ze hiermee echt dat ze extreemrechts wind uit de zeilen nemen? In heel Europa zien we juist dat allerlei hele en halve fascisten door dit beleid aan zelfvertrouwen winnen. In Griekenland worden vluchtelingen door naties van Gouden Dageraad geterroriseerd. En ook in Nederland zien we hoe de islamofobie van Wilders steeds verder wordt genormaliseerd. Met Forum voor Democratie hebben we zelfs een partij in de Tweede Kamer die gelooft dat vluchtelingen pionnen zijn in een Joods complot om de bevolking van Europa om te volken. Nog steeds zijn dit soort ideeën in de minderheid. Maar wel een minderheid die goed georganiseerd is. Extreem rechts kan hun ideeën aan de mens brengen via eigen websites, YouTube-kanalen en zelfs 2 publieke omroepen. De grootste krant van Nederland laat de jaren 30 herleven wanneer ze koppen hebben over vluchtelingen, zoals spreken over een asielplaag. Maar hoe kunnen we dit tij keren, dit tij van steeds verdere ontmenselijking? Ik denk in de eerste plaats door niet naïef te zijn. Niet te denken dat dit beleid een foutje is. Het huidige beleid is het resultaat van decennia aan steeds verdere ontmenselijking van vluchtelingen en doelbewuste militarisering van de grenzen. Vergeet Trump. De Europese buitengrenzen zijn de dodelijkste ter wereld. In de tweede plaats, door onszelf te organiseren. We moeten er alles aan doen om vluchtelingen hier in Griekenland en in de concentratiekampen buiten de Europese Unie te ondersteunen. Maar ons doel
zou niet moeten zijn om pleisters te plakken. Ons doel zou moeten zijn om dit onmenselijke beleid te veranderen. Het begint bij ons, zei Rico net. Sluit je dus aan bij organisaties die protesten zoals deze mogelijk maken en help verzet te organiseren. Dit is een strijd van de lange adem. Tot slot. Vandaag eisen we van de regering dat zij de kampen op Moria en andere Griekse eilanden evacueren. En dat de vluchtelingen hier welkom geheten worden. Maar onze strijd gaat niet alleen om vluchtelingen. Terwijl dit kabinet vluchtelingen en zorgwerkers in de kou laat staan, ontvangt KLM 3 miljard euro subsidie. Eerder deze zomer gingen door heel Nederland tienduizenden mensen op de straat op onder de leus Black Lives Matter. En aan het eind van deze maand staan er door heel Nederland weer protesten tegen de klimaatcrisis, waardoor miljoenen mensen in de wereld op de vlucht worden geraakt. Al deze onderwerpen zijn dus verbonden. Dus ons verzet zou dat ook moeten zijn. Dan wil ik afsluiten met een leus. Ik neem aan dat velen van jullie op demonstraties zijn geweest de afgelopen jaren. Dus of jullie maar na kunnen schreeuwen. Say it loud, say it clear, refugees are welcome here. Say it loud, say it clear, refugees are welcome here. Say it loud, say it clear, refugees are welcome here. Say it loud, say it clear, refugees are welcome here. Dank je.